Jezus, daar heb je ze! Wie? Marokkaanse etterbakken! Vanochtend heb ik gespot. Voor Albert Heijn een hele gang volgens mij is er eentje gevolgd en dan word ik afgelegd. Ik durf nauwelijks de straat nog op. Oh god, ik ga weer moet gehaald. Och heer, wat is het leven toch rot? Soms wou ik dat ik dood was. Mannek, wie bus? Laat mij maar even. Niks aan de hand, hè? Gewoon een paar blanke junks die een deeltje stonden te maken. Oh, goddank. Fijn dat je er bent, hoor. Zo even waar je me weg hebben. Helemaal niet kwaad. Zenuwen, allemaal zenuwen. Ik ben altijd een zenuwpees geweest, maar de laatste tijd is het soms niet meer te hard. Ja, mijn kerel. Zal ik er nog maar even blijven? Ja, graag. Beetje flink zijn, hoor. Zo rot is het leven ook weer niet. Nee, voor die was jij, ja. Maar ik, hoe moet ik van me afbijten? Een weerloze oude mie. Gewoon als de dood dat ze vandaag morgen een mes in mijn hol steekt. Ze zijn er toe in staat. Heus, ik praat echt geen onzin, hoor. Het is aan veranderen. Ja, maar of dat nou zo'n vaart zal lopen. En kijk naar de pedofielen. Dat waren op een gegeven moment toch ook zulke snoesjes. Nederland was toch zo'n paradijsje voor ze. Nou moet je nu eens kijken. Ja, dat is waar. Sinds Dutroux. Zegt die Dutroux. Het is misschien schandelijk dat ik het zeg, maar weet je dat ik dat eigenlijk altijd een hele geile vent vond? Ja. Jij dat nou ook? Eerlijk gezegd niet, nee. Waar val jij nou eigenlijk op, Roy? Daar ben ik nog nooit achter kunnen komen. Ik ben klaar, sorry. Vergeet door de consternatie helemaal uw geld neer te leggen, mevrouw Van Borselen. Alsjeblieft. Dag, Aldo. Dag, meneer. Dag, mevrouw Van Borselen. Dag, hoor. De schat. Paul was ook dol op de. Nou, ze kan feitelijk niks, maar ik zou er voor geen prijs willen missen. Waar wil je dan eigenlijk voor? Nou, ze heeft het vreselijk nodig. En ze doet me was. Dat wil zeggen dat man en verder is ze niet bedreigend. Dankjewel zeg, is het niet, hè? Dat is toch chic. Waar je voor gewerkt hebt, hoef je niet voor te bedanken. Maar vergis je niet in Miep van Borst, hoor. Die gaan reuze verstandig uit de hoek komen, zo. Ik zit te denken, Aldo. Ik moet vanaf nu weer geregeld in Amsterdam zijn. Eigenlijk zoek ik een pied-à-terre. Kan ik niet bij jou komen logeren? Logeren? Hier? Ja, niet voor niks. Maar als ik wat huur ben ik tenslotte ook 1 à 2 mil kwijt. Het lijkt me wel gezellig. En als jij nou zo krap zit en van die angsten hebt en met iemand regelmatig over de vloer, voel je je misschien minder onveilig? Nou, ik heb achter nog wel een zijkamertje. Ja, groot is het niet. Nou, kan me niks schelen. Of heb je een pc? PC, ja, niet van Paul of zo. Kan ik hem nu nou gebruiken voor mijn werk? Ja, of jij moet er de hele dag op zitten, internet. Oh, god, nee, ik kan er absoluut niet meer overweg. Dat soort dingen ben ik zo suffen. En wat de veiligheid betreft, je moet wel wat aan die voordeur van je doen. Een penslot, ik zal er meteen eentje laten aanbrengen. Nou, heerlijk, Roy, maar ik weet het niet zo goed, hoor. Ik bedoel, Gabriel bivakkeert hier regelmatig en ja, ben je wel gewend, een kind om je heen? En dan, ja, we kennen elkaar. Je hebt dus 2 weken bij me gezeten, maar zo goed kennen we elkaar nu ook weer niet, hè? Ik bedoel, ik val natuurlijk reus op je, hoor, maar... Weet je, dat ik anders ook echt een tijdje op jou ben gevallen, hoor. Aldo. Weet je trouwens dat je voor je leeftijd nog heel goed uitziet? Echt zeer appetijtelijk. Je had het over AOW, maar je moet toch pas minstens een jaar of 50 zijn? Kom op, joh. Weg met de miesigheid. Volgens mij heb je nog heel wat geils voor de boeg.